Dimitri, een nieuw onderdeel van het NK Schaken was instelling van het belonen van de spectaculairste zet, zowel bij de mannen als de vrouwen. Jij hebt daaraan meegewerkt als dagcommentator, dus je hebt er invloed op uitgeoefend. Maar het eerste wat ik je wil vragen is, wat vind je van zo'n idee? Alles wat ten eerste meer geld oplevert voor de schakers en ten tweede mensen vermaakt, lijkt me goed. Dat is een win-win situatie. Ja. Dat is waar professioneel schaken om begonnen is. Sommige mensen worden beloond voor het feit dat ze andere mensen vermaken. Ja. Oké, dat is een algemene stelling. Dan de vraag, de spectaculaire set, is het iets wat werkt? Ja, het is dus wel vrij lastig, als commentator ook. Want ja, sommige rondes gebeurt er niet zoveel. Dan wil je toch een set kiezen, dan kies je er iets van, ja, ik moet toch iets kiezen. En soms is het ook wel duidelijk. Maar ja, je hebt niet zo heel veel partijen waar spectaculaire setting in voorkomen. En ja, dus het moet een beetje meezitten. Ook als speler, als je de kans krijgt, wil je wel iets spectaculairs doen. Maar ja, je gaat toch vooral proberen gewoon om te winnen. Natuurlijk. En mijn gedachte is dan ook, met het instellen van zo'n prijs, of je daarmee partijen gemiddeld wat spectaculairder maakt. Of het de spelers aanzet, hè, de worst voor de neus die gehangen wordt. Worden de partijen leuker voor het publiek? Of is het iets wat mensen na afloop constateren van, hé, leuk, gewonnen, maar ja, wat gebeurt er? Ja, ik vermoed van niet, want ja, je bent er vooral bezig met de beste set vinden. Pas als het toch duidelijk is dat je waarschijnlijk gaat winnen, dan kun je misschien kijken van, kan ik iets spectaculairs verzinnen? Ja, want om een voorbeeld te geven, ik zag gisteren een partij tussen Sipke Ernst en Friso Nijboer, waarin beide spelers de ene na de andere kwaliteit offerden. Dat is niet het gevolg van het instellen van deze prijs. Dat zou je hem zelf moeten vragen, maar ja, ik denk dat het puur om de praktische kansen ging. Dan een ander voordeel, een mogelijk voordeel is, oké, misschien dat het de spelers niet direct beïnvloedt, maar de partijen, de zetten, worden na afloop extra in de aandacht gebracht. Wat denk je daarvan? Ja, dat is wel een voordeel. Ten eerste als toeschouwer, als je niet zoveel tijd hebt, maar je wilt toch een beetje volgen, ja, dan kun je naar die zetten gaan en kijken van, ja, wat zijn de hoogtepunten van het toernooi. Als journalist, als je ook niet zoveel tijd hebt, een beetje makkelijker af willen maken, kun je ook kijken van, ik neem daar wel iets van om in mijn rubriek of wat dan ook te zetten. Zeker. En dan als laatste natuurlijk, dat was iets waar ik niet eens aan gedacht had, maar waar jij me vanochtend op wees. Voor mogelijke zetten bestaat zelfs een soort van eeuwigheidswaarde. En daarmee bedoelde jij, denk ik, maar dat mag je zo toelichten. Je hebt leerboeken waar zetten in komen, je hebt jaarboeken waar zetten in komen, je hebt zetten die je hele leven in je geheugen gegrift staan. Ik denk aan Dame G3 van Morphy, als ja. Ik het goed heb, dat soort. Oké. Gaat het even niet om. We weten allebei de stelling en paard T2. Goed, dat is wat pretentieus. Dat zal op een willekeurig NK niet direct gebeuren. Maar toch zijn er zetten gespeeld die op een gegeven moment ter lering en de vermaak in boeken terecht gaan komen. Ja, wellicht een paar D5 van Ruud Jansen. Het was jammer voor hem dan dat zijn partij niet goed afliep. Als hij ook nog gewonnen had, was de kans natuurlijk groter geweest dat het gepubliceerd wordt. Mm-hmm. Maar ja, het is een mooie set, want je reed een stuk weg. En het is waarschijnlijk verrassend voor de tegenstander. Het is nog niet direct duidelijk wat het idee is. Dus ja, dat zou zeker de combinatierubrieken kunnen halen. Afsluitend, concluderend, van die zes, dan wil je natuurlijk toch weer weten wat de allermooiste is. Jij vond paard D5 van Ruud Jansen tegen Erwin Lamy de set van het toernooi. Ja, omdat het de meest verrassende set is, vond ik. Bij de anderen had ik toch een beetje van, licht voor de hand. Maar bij hem, je ziet een gepend paard en het gaat opeens weg. Dimitri, dankjewel voor de toelichting.